Duimland. Jip Vastenburg in Apeldoorn. We zijn hier in Apeldoorn, want aanstaande zondag heb jij een plannetje met een mooie wedstrijd. Vertel eens. Ja, aankomende zondag is met Wintermarathon. En ik help onder andere mee het deelnemersveld samen te stellen. Dus dat was best wel spannend voor mezelf, nog nooit gedaan. En daarnaast ben ik ook ambassadrice van de 8 kilometer. En ga ik natuurlijk zondag meelopen. Dus ik ben heel benieuwd. Vorig jaar heb ik gewonnen. Dus ik kijk heel erg uit naar de wedstrijd zondag. Je hebt vorig jaar een uitstekende wedstrijd gelopen. Het is sowieso, was dat het begin van een heel mooi seizoen, hè? Want, laten we eens bij het begin beginnen. Je wordt Europees juniorenkampioen. Ja, dat was niet eens het begin, denk ik. Sowieso in school liep ik al een hele mooie wedstrijd. Daar eindigde ik op podium. Nou ja, wie had dat durf dromen dat ik toen al als 18-jarige op podium stond. En toen twee Nederlandse koers in Dublin heel goed gelopen. En toen inderdaad als toetje nog een Europese jeugdtitel. Ja, dat is zo'n jaar, dat is ongelooflijk eigenlijk. Dat durf je van tevoren, daar hoop je natuurlijk wel op, want je traint er hard voor. Maar dat het echt uitkomt, dat is wel heel erg bijzonder. Nou, je bent er ook voor gewaardeerd, want je wordt verkozen tot Nederlands atletiek talent van het jaar. Hoe was dat? Ja, ik heb drie talentenverkiezingen gehad eigenlijk. Maar ik moet toch zeggen dat de Atletiek Unie, dat was wel de grootste eer die ik kan krijgen. Ik bedoel, er wordt er maar één per jaar verkozen tot talent van het jaar. En het zijn allemaal mensen die er verstand van hebben. Ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig. Maar ja, als je een normale verkiezing hebt, dat zijn toch vaak mensen die buiten jouw sport staan. En als jij binnen jouw eigen sport talent van het jaar wordt benoemd, ja, dat is wel een hele grote eer. Ja, dit jaar adel verplicht natuurlijk een prachtig seizoen. Wat zijn de plannen dit jaar? Nou ja, er zit in de zomer is natuurlijk EK senioren. Ik ben nu geen junior meer, dus het echte werk gaat nu echt beginnen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. En EK senioren, wie weet kan ik dat gewoon halen. Het belangrijkste voor mij is wel dat ik mijn procesdoelen haal. Dat houdt in dat ik gewoon mezelf moet blijven ontwikkelen. Maar ik denk daarbij dat het zeker haalbaar is om de EK te halen, ja. Hebben we het dan over de 5000 meter? Nou, sowieso wil ik wel de limiet daarop lopen. Ik bedoel, dit jaar onder de 16 minuten. Nou, als ik de vorm van de EK had doorgetrokken naar een snelle wedstrijd, dan had ik zeker harder gelopen dan dat ik nu heb gedaan. Dus wat dat betreft zit er heel veel rek in. Maar ik ga sowieso debuteren op de 10 kilometer op de baan. En daar hoop ik me eigenlijk toch wel op te plaatsen. En lukt dat, dan ga ik sowieso voor de 10. 10 kilometers. Ik kan me herinneren aan een atleet hier uit de omgeving, Ilse Pol. Die ging ooit naar Stanford. Ja. Want dat is een hele snelle wedstrijd. Is ook wel redelijk vroeg in het seizoen. Ja. Is dat jouw plan ook? Ja, zeker weten. Ja, dat is, klinkt sowieso wel vet als je gewoon in Amerika kan lopen. Maar het schijnt echt een hele mooie wedstrijd te zijn met heel veel tegenstand. En dat is wel wat je in een 10 kilometer zoekt. Het moet een vrouwenrace zijn. Dus je moet... je hebt gewoon echt voldoende tegenstand nodig. Want de limiet is 32,15. Nou, dat is aan de harde kant voor mij, denk ik. Maar goed, ik wilde wel zo dicht mogelijk bij de buurt komen. En dan moet je gewoon een hele harde wedstrijd hebben. En dan is Stanford wel de wedstrijd, denk ik, waar ik ervaring op kan doen. Je bent een atleet, we spraken jou 2 jaar geleden bij aan Emmeloord. Toen had je het al over de Olympische marathon. Hè? Jij geniet van de lange afstanden, hè? Ja, absoluut. Ja, daar kan ik ook met trainen gewoon... De lange duurlopen, de lange tempo trainingen, de lange baantrainingen. Dat is gewoon echt wat ik het allerliefste doe. En lekker kilometers maken. Dat is gewoon, daar kan ik zo van genieten van zulke weken. Ja, en een harde finale lopen, dat is je ook wel toevertrouwd. Want we hebben je met regelmatig flink diep zien gaan. Dat kun je dus wel. Ja, ik had er eigenlijk altijd heel erg veel moeite mee. Maar sinds ik dat met de psycholoog mee bezig ben geweest. Ik denk dat ik nog heel veel stappen erin kan zetten. Maar... Ja, het ging wel heel veel beter. Maar ik denk ook vooral doordat ik heb nu een aantal jaar bij Johan getraind nu. En die kilometers die betalen zich nu uit. En wat houdt het eigenlijk in is dat je voor je laatste ronde nog zoveel over hebt. In verhouding tot wat de anderen kunnen. Dat je gewoon een hele snelle laatste ronde neer kan zetten. Dus ik was er ook niet eerder aan toe om die stap nu te zetten. En die afgelopen jaar wel. En ja, dat zie je gelijk wat het in resulteert eigenlijk. Oké, dus proberen 10.000 meter limiet te gaan lopen. Ja. En zo tussendoor dan, want ja, voor het Zürich moet er misschien nog wel wat meer gebeuren. Ja, ik ga sowieso nog de NK halve marathon meedoen in Den Haag, CPC. Nou, dat is al een mooie opmars naar het baanseizoen. Ja, dan wil ik in het baanseizoen 5 kilometer, 10 kilometer, 3 kilometer, 1500 nog gewoon. Dus ja, ik blijf nog wel heel breed alles lopen eigenlijk.
Maar eerst aanstaande zondag, 8 van Apeldoorn. Eerste 8 kilometer. Wat is er zo mooi aan 8 van Apeldoorn? Nou, het is een ontzettend mooi parcours. Ik denk dat op Schorrel na misschien wel een van de mooiste parcoursen. De hele sfeer in Apeldoorn is zo ontzettend leuk. Dus voor alle andere atleten. Als je ooit nog een leuke 8 kilometer wil lopen, dan moet je toch echt de midwinter hebben gelopen. We spraken met de ambassadrice van de 8 van Apeldoorn, het atletiek talent van Nederland. En wie weet een van de beste aankomende senioren bij het EK in Zurich. Zeker, daar ga ik voor. Goed zo hier, dankjewel.